Emil Nolde, die we vooral kennen van zijn expressionistische vroege portretten, gaat in de jaren 30 aan de kust van de Waddenzee zijn bloementuin schilderen. En dat doet hij het liefst in waterverf, op Japans papier. Waarom? Omdat dan de toets die hij op het papier zet in één keer wordt gefixeerd. Waardoor die bloemen in één keer raak moesten zijn en die als expressionist dus in één keer zijn gevoel op het papier kon zetten. En dat heeft hij hier heel mooi gedaan.